President Santokki heeft met overheidsfunctionarissen en veiligheidsinstanties overlegd om de recente toename van de criminaliteit in Suriname aan te pakken. Strengere maatregelen worden genomen, waaronder het opvoeren van wegblokkades en het aanscherpen van het vreemdelingenbeleid. De gemeenschap wordt opgeroepen om samen te werken met de autoriteiten en verdachte activiteiten te melden. De president benadrukt het belang van een toegewijd team om de veiligheid te waarborgen en belooft voortdurende inspanningen om criminaliteit te bestrijden. Ter ere van de Dag van de Aarde plantte president Santokki gisteren een tamarindeboom op het Onafhankelijkheidsplein. Het staatshoofd riep op tot meer beplanting en het verminderen van uitstoot, terwijl vertegenwoordigers van de Boy Scouts en Openbaar Groen en Afvalbeheer het belang van zorg voor de natuur benadrukten. De president verwelkomde deze initiatieven en riep op tot samenwerking voor een groenere toekomst. 282 politierecruten zijn gisteren op de politieacademie beëdigd tot buitengewoon agent van politie. Voorafgaand aan de beëdiging werden ze toegesproken door verschillende hooggeplaatste functionarissen, waaronder de voorzitter van de politiebond, de korpschef en de procureur-generaal. De korpsleiding feliciteerde de nieuwe agenten en benadrukte het belang van professionaliteit, dienstbaarheid aan de samenleving en het vermijden van fouten, zoals omkoping.